Dames en heren, we gaan vandaag de straat op in Almelo om het te hebben over de nieuwe horeca sluittijden. Wat vind je dan eigenlijk alsnog van dat cafés door de week echt tot maar 1 uur open mogen? Ja, het is laat genoeg. Mensen moeten de volgende dag ook gewoon werken. Ga op tijd naar bed. Zou je dan erg vinden dat ze echt maximaal tot 1 uur open blijven door de week? Dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet, man. Ik denk als je de volgende dag moet werken, ik denk misschien dat het wel verstandig is dat je dan voor 1 uur nog wat dicht gaat. Of dat 1 uur open bent en niet later. Nou, meneer, gaat u wel eens naar een café toe? Zelden, heel weinig. Vroeger wel, vaak. Als tiener, je begint 20. Ik woon in het centrum en ik hoor de horeca wel af en toe. Als het buiten is, en dan heb je er wel snel last van. Het is vrij gehoorig hier. Maar binnen heb ik geen probleem. Wat vindt u ervan dat het binnenkort om 1 uur al dicht moet? Het beleid van de gemeente in deze vind ik schandalig. Dat moet niet kunnen. Je ontneemt de hardwerkende ondernemers hun brood. Ja, het is eigenlijk vooral, de gemeente zegt, ja, het is overlast. Mensen die hier wonen hebben de last van het geluid. Kan u zich daarin vinden? Dat snap ik. Maar waarom willen ze is een weg. Je kunt niet zeg maar pamperen door te zeggen van als gemeente van dit zijn de regels en daar moet u het mee doen. Nee, dat kan niet. We moeten in gesprek gaan met elkaar. Mensen vinden het jammer omdat heel veel horeca mensen gaan dan naar andere cafés die nog open zijn. Want die willen nog even naborrelen. Snap je dat hun het dan vervelend zouden vinden dat ze dat niet meer kunnen doen na het werk? Ja, ik werk zelf ook in de horeca, ik begrijp het wel. Maar je kan ook eigenlijk gewoon na tafel in je eigen restaurant. Dus maar ik snap wel dat ze dat jammer vinden. Want ze willen door de week willen ze het, de horecabedrijven eigenlijk om 1 uur al laten sluiten. Bijvoorbeeld daar, ja, tenminste buiten. Wat vindt u daarvan? Nou, buiten vind ik het goed. Ja, toen ik jong was, toen was het ook met de Nacht van Almelo bijvoorbeeld tot 12 uur, 1 uur buiten de bandjes. En daarna gaat iedereen naar binnen toe en nadrinken. En dan, dan hebben de mensen die er wonen hebben er minder last van. Dat is wel fijn. Vooral bedrijven zoals Barbiertje en Stam zijn vaak heel laat open. Kunnen dan andere bedrijven die horeca doen, kunnen daar dan vaak napilsen. Die vinden dat natuurlijk heel jammer dat het dicht gaat. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, de mensen, het is niet dat die zaken overvol zitten s'avonds na 1 uur. Maar je hebt wel de mogelijkheid om nog even een afzakketje te doen naar je werk. Dus dat is geen probleem. Een lekker restaurantje is een reden om naar het centrum te gaan. En dan moet je niet afkappen door te zeggen om 1 uur doen we de tent dicht. Nee. Overlast, vind je dat een goede reden om het dan af te schaffen? Of denk je dan, ja, kun je dan nog wel een café, kan het dan nog wel bestaan als je het zo bekijkt? Ja, ik snap wel dat mensen last hebben van de overlast, vooral als je in het centrum woont. Daar zitten de meeste cafés. Mensen klagen dan over het overlast, want die wonen dan bij de gebouwen daar in de buurt. Ben je het daarmee eens of denk je daar iets anders over? Ja, ligt eraan, hè? Want je hebt wel mensen hier in Almelo, zeg maar, die maken s'avonds als ze een beetje te veel op hebben of zo, of ze hebben het een beetje te veel naar hun zin, dan maken ze wel echt herrie. Dus aan de ene kant snap ik het wel, voor als het als er overlast is. En als ze dan daarvoor die regeling willen aanschaffen, dan is het wel begrijpelijk, toch? Je zegt aan de ene kant, heb je ook nog een andere kant, denk je? Ja, aan de andere kant vind ik gewoon dat mensen niet moeten piepen. Ja, zeg je eerlijk, want dit is, je woont erboven. Je kiest er zelf voor om in de stad te dan gaan wonen. Het is eigenlijk wel een eigen risicootje daarvoor, vind ik. Maar het is ook van, je moet je eigenlijk niet zo, Het is gewoon eenmaal zo. Je moet je niet zo aanstellen. Zie. Dankjewel.